Het Bureau voor Voortgezet Onderwijs voor Junioren, BVOJ, werkte aan het vernieuwen van verschillende processen. Eén daarvan is het inzetten van een schoolbegeleider op de openbare MULO-scholen. Dit zegt Ines Hendry Lijsberg, hoofd van het bureau VOJ van het MINOC. De vernieuwingen zijn het resultaat van een driedaagse workshop die was getiteld Performance Excellence. En deze workshop was een uitvloeisel van het recentelijk gehouden onderwijsdialoog in Turarica, zegt Hendry Lijsberg. We hebben dat aantal van 65 verdeeld onder drie coördinatoren. Ik heb mevrouw Rustveld als een van de coördinatoren. Zij is belast met Paramaribo en Saramaca, in totaal 27 scholen. Ik heb mevrouw Daparo ook als coördinator. Die heeft Komowene, die heeft er 6 in totaal. Komowene, Para, Wanica, Sipaliwini, Brokopondo en Marowene. In totaal 28 scholen. Ik heb ook nog mevrouw Morsen in Regio West. Die heeft er 10 in totaal. En er is nog één coördinator, dat is meneer Seuraj. Die is belast met onderwijszaken. Dat zijn zaken, sect, de examens houdende, om het zo aan te geven. Er vallen 65 openbare MULO-scholen onder het bureau VOJ. Behalve het hoofd van dit bureau, Hendry Lijsberg, werken er nog 9 personen op deze afdeling. Hendry vertelt over de voorbereiding van de nieuwe processen die het bureau zal implementeren. De processen op alle afdelingen te gaan beschrijven. Dus ook voor BVOJ moeten de processen beschreven worden. We zijn er nog niet aan toegekomen vanwege ziekte, afwezigheid van bepaalde medewerkers. Maar sowieso moeten de processen op de afdeling beschreven worden. We hebben schoolbegeleiders aangetrokken de afgelopen periode. En je zou kunnen spreken van een soort van pilotproject. Er moet een vervolgtraject komen waarbij er dus aanvullingen komen voor de schoolbegeleiders. De schoolbegeleiders zou je kunnen zien als de zorgcoördinatoren. Op basisniveau hebben we de zorgcoördinatoren. Op MULO-niveau noemen we ze de schoolbegeleiders. Op middelbaar niveau kent men ze als de decanen. Toch? En wij willen ervoor zorgen dat in de toekomst alle 65 openbare MULO-scholen over een schoolbegeleider beschikt. Waarom? Omdat zij ervoor zorg dragen dat dat moeilijk gedrag binnen de school gehandeld wordt, getackeld wordt. Dat was Ines Hendry Lijsberg, hoofd van het bureau Voortgezet Onderwijs voor Junioren. Ze sprak over de nieuwe processen die het bureau zal doorvoeren.